Dag Koen van Mechelen. Goeiedag. Uit Hasselt, uit Meeuwen. Ja, klopt. Ja. En u in Frankrijk, Zuid-Frankrijk, in Saint-Paul-de-Vence. Heel wat dorpen samen, hè? Heel wat dorpen samen, maar totaal verschillend natuurlijk. Maar voor mij, als je zegt Meeuwen-Hasselt, dan is dat voor mij een vorm van abstractie. Ik ben bijvoorbeeld nu al 4 maanden aan het reizen. Mijn tocht is begonnen Detroit, Washington, New York, Havana, terug naar Amsterdam, de Biennale van Venetië. Het zijn 17 expos die op dit moment lopen. En Saint-Paul-de-Vence is daar de kroon, zal ik zeggen, op hetgeen wat ik doe. Guy Pieters, belangrijk voor jou? Wat is er belangrijk? Guy Pieters is uiteraard belangrijk. En ik zal u zeggen ook waarom. Ik ben met Guy hier geweest een 3 maanden geleden, toen het hier nog een werf was. En Guy heeft mij deze ruimte laten zien. Hij heeft gezegd, hey, Koen, deze ruimte is voor u. En meer is er niet gezegd. En dat vind ik belangrijk, omdat ik vind dat een kunstenaar is eigenlijk een beetje gelijk een nomaad. Hij is op zoek naar een ruimte, een onderdak, een dakloze die graag zou willen vertellen wat hij te vertellen heeft. En als een galerist zoals Guy Pieters dit aan een kunstenaar geeft, zonder zich in te mengen in de content van het werk, de inhoud van het werk, dan vind ik dat eigenlijk een grote verdienste. En dan vind ik dat heel belangrijk. Ja. Kunst en wetenschap, altijd een band geweest tussen jou en dat? Ja, absoluut. En ook vandaag blijft dat nog heel sterk doorgaan. Ik heb een aantal foundations opgericht waarin dat we wetenschappelijk onderzoek... Jeanne de Vos? Jeanne de Vos is ook een ander project dat loopt. Dat is een ander verhaal. Dat gaat dan weer over kinderrechten. Ik denk dat kunst een commentaar is op de samenleving. En hoe meer dat je dat kunt voeren, hoe beter dat het is. En via kunst zijn er natuurlijk verschillende sporen te bereiden, zodanig dat we de grote discussie over onze maatschappij kunnen voeren. En dat doe ik vandaag hier ook. Eigenlijk had je vanavond een beetje een habijt moeten staan. Hè? Je bent dokter honoris causa van de universiteit in Hasselt. Ja, dat klopt, ja. Men heeft mij die titel gegeven voor de zoveel jaren samenwerking dat ik heb met wetenschappers, maar niet toch wetenschappers van over heel de wereld. Ik ben natuurlijk heel blij dat men die titel gegeven heeft, maar ook wat nog belangrijker is, denk ik, dat men vandaag ook de titel toegekend heeft internationaal voor de Gouden Nika, die ik in 6 september mag gaan overhandigen, waarin dat ik de prijs krijg voor hybriditeit, waarin dat kunst en wetenschap heel centraal staat en waarin ook de nieuwe media centraal staat, want mijn voorlopers zijn Wikileaks en Wikipedia en ik denk niet dat dat... Ben je ook sterk in jij, hè? Ik denk dat je met de ingrediënten van gisteren en vandaag... Die evidente, nieuwe media en die echte kunstenaars? Ja, ik denk dat je met ingrediënten van gisteren en vandaag moet zeggen wat er morgen zou kunnen komen. Ik denk als je die media niet hebt, dat je buiten de boot valt. Pâtissier in het begin? Ja, ooit geweest, ja. Want vandaag ben ik hier blij. Roger Soevereins is hier. Ik heb voor hem jaren gewerkt. Dit is de man die mij heeft leren werken. Ook een beetje kunst. Ja, ik denk dat wel. Maar ook vooral de doorzetting, de gedrevenheid. En ik denk dat dat heel belangrijk is in hetgeen wat je doet. Na vandaag, wat is het volgende? Wel, ik heb nu een reeks van 16 expos wereldwijd die ik afrond voor dit seizoen. Maar september is het Oké Museum in Linz daar, de Gouden Nika. Ik geef een lezing samen met Anton Ziegler, de grote kwantumfysicus, waar dat men in Wenen, alle wetenschappers gaat terughalen, ambassadeurs om de cultuurdagen te vieren. We geven daar een grote lezing voor. Bozar Electronic Festival komt eraan. Ik ben geselecteerd voor de Biennale van Hanan onderin in Hongkong. Ik denk dat we wel nog een druk seizoen tegemoet gaan. Ik heb hier al veel fans van jou gezien. Is dat zo? Ja. Ik probeer altijd een installatie te maken die zin heeft. En het woord fans is natuurlijk fantastisch. Mensen die meegaan. Mensen die mee willen discussiëren. Ik denk dat het een werk is, zoals ik al tevoren zei, dat het een commentaar geeft op onze maatschappij. En ik denk dat we iedere dag opnieuw terug onze maatschappij in vraag moeten stellen om te kunnen evolueren. En als mensen fan zijn, zijn het vooral mensen die willen meedenken over een nieuwe wereld. Hoe ga je daarmee om trouwens, met die fans? Ja, ik blijf altijd wie ik ben. Ik ben degene die wil blijven discussiëren. En ik vind als mensen fan zijn, dan verwelkom ik ze. Ik bedoel, maar ook als mensen niet fan zijn, wil ik ze ook verwelkomen. Omdat ik denk dat we discussie moeten blijven hebben. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En natuurlijk, de fans, je leeft ervan. De mensen die je ondersteunen zijn de mensen die je voordrijven. En de mensen die je niet ondersteunen, kunnen de mensen zijn die je morgen ondersteunen. Dus ik denk dat je altijd moet blijven wie dat je bent. De authenticiteit is belangrijk. We staan hier voor een beeld. Dat is mijn allerlaatste vraag. Wat betekent dat beeld? Dit is een heel belangrijk beeld. Het beeld is de Medusa. De Medusa staat eigenlijk het symbool van onze medische wereld.
Ik heb de Meduse afgebeeld. Vroeger werden alle medicaties gemaakt van slangen of van reptielen. Wel, vandaag wil ik de evolutie verder trekken. Ik heb de Meduse gecreëerd in zijn opposite met kippen in plaats van met slangen. Omdat vandaag 90% van onze medicatie gemaakt is van kippeneieren. En ik denk dat we altijd moeten nadenken over onze evolutie. Goed, nog veel geluk. Dank u wel.